centimeter wil ik van mijn haar af gaan knippen. Ja, kom maar dan voor. Hallo allemaal, leuk dat jij deze video van Brutaf. Een challenge doen, namelijk wie kent Haley beter. Dus ik ga hun twee allemaal vragen stellen. En ik ga winnen. En dat gaat dus over mij. Moeten we kijken wie me beter kent. Dus mama en kom maar op. Ja, kom maar op hoor. Oké, ik win wel. Oké, mama vs Hayden. Mama vs. Doe even coole pose. Oké. Zullen we op de vraag? Ja, want jij hebt allemaal vragen voor ons. 20. Oké, en bij elke goede vraag krijgen we allebei een punt. Ja. En dus wie de meeste punten heeft... En als jullie hem allebei goed hebben, dan krijgen jullie allebei een punt. Wat is mijn favoriete eten? Pizza of sushi? Sushi! Ik denk ook sushi. Dat is het goede antwoord. Yay. De eerste vraag was ook wel makkelijk, maar dat heb ik expres. Ik hou ook van sushi, maar dat mag ik nu niet. Oh. Mijn favo snoep. Lollies of M&M's? Lollies! Oh, die vind ik wel heel moeilijk. Maar M&M's is niet echt snoep. M&M's is Ja, een beetje snoepjes, chocolade snoepjes. Dit is mijn favoriete lekkers. Dus ik moet kiezen tussen lollies of M&M's? Ja, ik zal M&M's. Ik ga wel voor een lolly. Ik ga ook voor lolly. Oké, allebei middenpunt. Yes! Wij hebben allebei twee. Allebei twee. Oké, wat is mijn hobby? Tekenen of gamen? Tekenen. Je hobby? Ja. Tekenen of game. Maar dan moet ik eigenlijk denken aan je favoriete hobby, wat je leuker vindt. Ja, wat ik. Want je doet het allebei, toch? Ja, ik doe het allebei, maar welke vind ik het leukst van de twee? Ik ga denk ik toch voor gamen. 3, 2, 1. Hayden heeft hem goed. Hayden heeft het goed. Het antwoord was tekenen. Ik heb bij het antwoord gamen ingevuld. Dat is echt dom. Maar het antwoord is tekenen. Het is tekenen, oké. Ik heb een foutje gemaakt. Dus je gaat toch liever tekenen dan gamen? Ja, dat is wel waar. Nou, dan hoef je ook niet meer zoveel te gamen, toch? Ik game niet eens zoveel. En jij, Hayden, wat doe jij liever, tekenen of gamen? Ja. Ja? Gamen. Je moet de hele geen pen en papier geven om te tekenen. Ja. Among Us. Oh ja, Among Us. Wat is mijn favoriete spel? Monopoly of Uno? Uno! Oh, die vind ik moeilijk. Zeg ik wat. Ga voor Monopoly. Oh, Hayden heeft hem goed. Oh ja! Yeah. Ik heb er 5. Oh nee! Je hebt er 4. Maar we doen zo vaak Uno. Monopoly. Ja, Monopoly. Ja, ik vind eigenlijk allebei wel heel leuk, maar ik vind Uno nu een beetje wat leuker kan. Wie is er stouter? Katniss of Eros? Katniss. Yay! Maar voor de rest is het wel heel niet. Maar hoeveel punten heeft Hayden nu dan? 4. Jij 2. Oh, je gaat het straks nog winnen. Maar ik denk dat jij deze denk ik wel gaat winnen. Oké, wat is de volgende vraag? Wat is mijn favoriete artiest? Billie Eilish of Hatsumiku? Hatsumiku! Ik denk ook Hatsumiku. Oké, 3. Allebei goed! Yay! Ik wist dat Marco de Hatsumiku, ja. Hatsumiku, ja. Oké, volgende. Hoe heet mijn persona? Dus dat popje wat ik altijd heb. Angel of Engel? Angel! Angel. Ja, dat was even gewoon een tussenvraagje, maar dan gaan we nu weer naar de moeilijke kant. Hayden heeft er 6 en jij hebt er 4. Oké. Wat is mijn favoriete fruit? Watermeloen of aardbei? Watermeloen! Oh, moeilijk, moeilijk. Ik denk dat je ze allebei heel erg lekker vindt, sowieso. Ja. Maar je vindt er eentje lekkerder. Ik denk watermeloen. Jij denkt watermeloen? Ik ga voor aardbeien. Mama, heeft het goed? Ja? Wat? Nee! Jij hebt 5, ik heb 6. Oeh, ja. Kijk, nu komen we een beetje bij elkaar in de buurt. Ja, je wist deze wel. Dat vind ik wel leuk. Oh, wat deed ik zo weer? Ja, je hebt het wel goed. Ik vind aardbeien erg zoet, lekker en klein. En het ziet er gewoon schattig uit op een aardbei, vind ik. Ja, ik dacht helemaal. En de watermeloen zijn echt heel waterig. Alleen het nadeel wat aan watermeloen is, als ik een hand neem, dan zit mijn hele gezicht in één keer onder het watermeloen. Bij een aardbei niet. Hoe laat ga ik door de week naar bed? 9 of 10 uur? 10 uur! 10 uur. Ja. Dus ik heb 7, jij hebt 6. Oké, dus ik loop nog steeds eentje achter. Ja. En jij loopt eentje voor. Wat is mijn favoriete Pokémon? Of tenminste, wat vind ik leuk? Oh, wat is Sylveon of Sarina? Sylveon!
Sylveon is die ene roze, Sarina is die ene met die lange benen. Oh, dan ga ik voor Sarina. Heden heeft het goed. Ja, ik vind Sylveon één tikje leuker. Ik vind ze allebei wel heel leuk. Ja, Sylveon is veel schattig. Ja, maar jullie weten, jullie communiceren heel veel over Pokémon. Ja, dat is wel waar. Ja. Weet ik allemaal jullie niet. Maar het zijn wel allebei heel schattige Pokémon. Ik heb 8, mama heeft 6. Wat voor drinken vind ik lekker? Koffie of thee? Koffie. Ik denk thee. Want je vindt koffie wel heel lekker, maar ik denk niet dat je thee... heeft het goed. Ja, koffie lekkerder dan thee. Ik heb 9. En jij hebt nog steeds... Ja, je maakt wel even een wedstrijd van jij. 6. Oké, mama heeft nog kans om te winnen. Ja, dat weet ik. Of jullie kunnen gelijk spelen. Hier komt de 11e vraag. Hoeveel centimeter wil ik van mijn haar af gaan knippen? 5 of 10? 5. Ja, dat is eigenlijk een beetje een strikvraag, hè? Want je zou zeggen bij de kapper 5, zodat er ongeveer 10 centimeter af zou gaan. Dus ik ga voor 10 centimeter eraf. Mama heeft deze goed. Oh nee, mama heeft 7, ik heb 9. Dus we hebben hier eigenlijk gewoon een primeur. En die gaat een stuk van haar afknippen, jongens. Ja. Maar dat zien jullie broers en zussen binnenkort. Wat spaar ik of verzamel ik? Anime beeldjes of edelstenen? Anime beeldjes. Anime beeldjes. Wat kreetje. Ja, dat was even gewoon een vraag. Ja, we hebben allemaal goed, toch? Ik heb er 10 en jij hebt er nog steeds 8. Nou, geen ruzie maken, jongens. Vraag 13. In welk schoolvak ben ik het slechtst? Rekenen of taal? Taal. Nou, je bent nu allebei niet echt fantastisch. Nee, rekenen. Maar rekenen is toch wel slecht? Ja, rekenen. Ik denk jullie hebben 13. Goed. Ik heb 11 en jij hebt 9. Wat voor eten vind ik vies? Kaas of spruitjes? Kaas. Spruitjes vind je wel lekker, toch? Ja, spruitjes vind ik lekker. Ik vind spruitjes vies. Ja, maar kaas wel lekker. Dus bij jullie is het precies andersom. Ja, dat is wel grappig. Wat voor apart dier vind ik leuk? Vind ik hamsters leuk of vind ik axolotisch leuk? Axolotisch. Ja. En een axolotisch is een soort van drakenvisje of zo? Ja, het is een soort van... Vis met van die pootjes? Ja, het is een... Land... Dat is hartstikke schattig. Het is een land- en waterdier. Ja. Ja, die wist ik wel. Ja, ik zou er wel eentje hebben die zo groot is. Ik heb er ook op school over geleerd. En ze zijn heel apart en ze hebben een soort van hoorntjes hier. En dan zo gezichtje een beetje. Oké, volgende vraag. Kom maar op. Ze beginnen heel klein. Naar wat voor plek zou ik willen? Tokio of New York? Tokio. Ja. Maar ik denk dat je ook wel naar New York zou willen ooit. Ja. Liever Tokio, maar... Dubai zou ik ook wel leuk vinden. Oeh, Dubai, lekker warm. Ja. Ja, maar als wel zonnebrand mee. Als ik ja, maar wel zonnebrand mee, ja. Misschien is. Wat was dat in de lekkere plek? Die warm, dat warme land. Ja, Ibiza. Ja, dat is ook wel lekker. Oh, ja, dat is een Spaans eiland. Ja. Ja, dat is ook wel lekker. Maar ik vind Tokio zou ik echt fantastisch vinden. Nou, wie weet. Echt naar al die Japanse winkeltjes. Wat is mijn favoriete frisdrank? Sinaas of cola? Cola. Moeilijk. Sinaas. Mama heeft het goed. Ja. Wat? Nee, hoeveel punten heeft mama? Het is wel allebei prik. En Haley houdt niet zo heel erg van prik. Maar ze vindt sinaas wat lekkerder om te drinken dan cola. Ja, ik vind prik lekker. Maar ik kan het heel moeilijk doorslikken. Ja, gaat wel een beetje kriebelen. Ja, ga ik. Dus je moet haar altijd een fles cola geven die het oud is. Ik kou zeg maar op mijn drinken. Waar bijna geen koolzuur meer in zit, dat kan Haley drinken. Welke kleurenpalet vind ik leuker? Pastel of neon? Pastel. Ja. Die vind ik allemaal wel. Mama heeft 14, ik 15. Ja. Dus wordt spannend. Hoeveel vragen heb je nog? Nog 2 vragen. Nog 2. Als ik er één goed heb, vind ik lekkerder. Nee, wat vind ik leuker? Oh, leuk. Wat vind ik leuker? Normale oorbellen of gekke oorbellen? Normale. Nou, dat vind ik wel een beetje een lastige vraag. Ik denk ook normale. Allebei fout. Ik hou van gekke oorbellen. Ik vind maar je draagt al de normale. Ik vind het leuk om, zeg maar... Ja, ik vind het leuk om een beetje in aparte vormpjes. Ik vind het ook leuk om van die grappige katjes of bloemetjes of... kikkertjes te dragen, zeg maar. Oh. Ja, dat wisten we niet. Ja, ik heb toch vandaag die bloemenoorbellen gemaakt? Ja, dat was een beetje wat ik leuk vind. Oké.
Ja. Nou, laatste vraag dan, denk ik. Hoe noem ik Katniss altijd? Welke twee gebruik ik voor Katniss? Catty en Monkey of Catty Catty en Catty Monkey? Catty Catty. Dus jij gaat voor twee? En dan komt ze ook net aanlopen. Kitty Kitty! Oh, waar luistert ze naar? Oeh, kom hier, kom erbij. Kitty Kitty. Oké, dus wat had je nou? Catty Catty en Monkey? Ja. Nee, ik heb Catty en Monkey of Catty Catty en Catty Monkey? Nee, Catty. Ik denk Catty Catty en Monkey. Ik denk ook eigenlijk Catty Catty en Monkey. Jawel, Catty Catty zegt ze altijd. Ja. Catty Catty en Monkey. Ja. Is dat het? Ja! Ja, dus ik heb gewonnen! Wacht even. Echt waar? Ja. Weet je zeker? Dus we hebben nu allebei één punt. Oké, okay. De puntstelling. Wie kent Harry het best? Hoeveel punten heb ik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! 15 punten, jee! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Oh, één meer. Ik ken Haley beter. Oh. Nou, hij had de Pokémon. Ja, hij had de Pokémon vragen. Oh, je was aan de kant, dan ziet iedereen Catty even. Ja. Catty, Catty, Catty. Nou, dankjewel allemaal weer voor het kijken naar deze video. Hier op Familie TV. En we zien jullie volgende week weer om 4 uur. Doei. Wij zijn de Winkel Guys. Kunnen we het ook een keer bij jou doen? Wie mij het beste kent? Ja. 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 Dus de eerste vraag, hoeveel kilo? Mama vindt... Mama, maar hoe weten wij dat allebei? Ja, dan moet je Oh, dan moet je bijvoorbeeld zeggen rond de dit of rond de dat. Dus ja, rond precies. De 60 of 70. Of rond de patak. Oei, Nou, tot volgende week. Doei. Doei.